Ja, dit weekend is NEC vrij. Er wordt niet gevoetbald zondag. Dus geen voorbeschouwing, wel een update natuurlijk. Niet zo fijn, de wedstrijd van zondag is verplaatst naar donderdag 1 september. Om 8 uur 's avonds wordt er gespeeld uit in Alkmaar. Niet zo fijn natuurlijk voor de supporters. Daarom ging het hier voornamelijk over deze week. Ik zou eigenlijk gaan, maar omdat het is verplaatst ga ik nu niet meer mee naar AZ. Ik denk dat ik nu ook wel mee ga, maar ik moet wel vrij vragen dag erna. Maar ja, wel jammer. Ja, en we vroegen het ook even aan trainer Rogier Meijer wat hij ervan vindt. Ja, dat is wel jammer. Alleen zo zijn de regels, dus verder kun je er ook niet veel aan doen. Het is jammer voor onze supporters, hè, dat is uiteraard zo. Alleen ik hoop dat er nog genoeg mensen kunnen komen. Ja, laten we hopen dat we toch met een groot aantal supporters richting Alkmaar gaan. Goed, dan nog even terugkomend op de wedstrijd van afgelopen zondag. Er werd gewonnen bij Volendam. Kortom, we zijn van die 0 punten af. Dat is lekker. Ja, zeker. Ik bedoel, uiteindelijk is dat fijn om je eerste wedstrijd te winnen zo snel mogelijk. En we hadden natuurlijk tegen Twente al de kans om in ieder geval het eerste punt te halen. Dat is niet gelukt. En afgelopen zondag wel. En ja, dat geeft een goed gevoel. Ja, dan hebben we gesproken met Dirk Proper. Twee keer al een basisplek gepakt dit seizoen. Ze hebben maar twee wedstrijden gespeeld. Maar de concurrentie was toegenomen op het middenveld. Toch wel lekker. Of ondervindt hij toch een beetje druk van die concurrentie? Nou, ik denk dat je elk seizoen, begin van het seizoen, ben je bezig om basisplek te veroveren. En of er nou meer of minder spelers bij komen. Ja. Uiteindelijk concurrentie is altijd goed. Ik denk dat je er alleen maar beter van wordt. Dus ja, dat is ook hoe ik erin stond. Ja, nou ja, jij zegt dat ik denk dat je er beter van wordt. Tegen Volendam zag ik weer een beetje gewoon de oude Dirk. Lekker fel op het veld. Je zat overal tussen. Heeft dat misschien ook een beetje te maken met de rol die Tanane op zich neemt? Dat weet ik niet. Ik denk uiteindelijk dat we nu een middenveld hebben staan. Ja, wat wel aardig is. En ik denk dat het nu toch aardig loopt. Dus ik weet niet of dat helemaal daardoor komt. Maar ja, uiteindelijk is het wel fijn dat je met twee goede spelers op het middenveld staat. Ja. Is het ook een beetje het seizoen waar je voor jezelf druk hebt opgelegd van ja, ik moet het nu wel even gewoon echt gaan waarmaken? Ik denk dat je dat elk seizoen wil, toch? Nou zei je net al van ja, ik weet nog niet zo heel veel over spits. Natuurlijk wordt er heel veel over een spits gesproken. Maar ben je misschien ook niet bang dat er nog wel wat spelers zo op het laatst weggaan? Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik bedoel, je weet dat het in deze periode kan gebeuren, dat is één. En ten tweede, ja, als spelers weggaan, zullen er wel clubs moeten komen met concrete biedingen. En ja, zolang die er niet zijn, maak ik me ook niet zoveel zorgen. Ja, en welke namen hebben wij dan gehoord? Nou, Fernino, 21-jarige Spaanse spits bij Villarreal. Staat hij onder contract, is verhuurd aan Mallorca vorig seizoen. Zoekt een nieuwe club, zou om huurbasis dan gaan. Die naam heb ik voorbij horen komen. Wilson Isidor. 21-jarige spits, Franse nationaliteit, speelt bij Lokomotiv Moskou. Hij moet 6 miljoen kosten, dus de koop zit er gewoon niet in. Maar op huurbasis, ze willen daar graag weg uit Rusland om toch in Europa te spelen. Ik heb deze naam ook voorbij horen komen. Het zou zomaar kunnen. Zondag geen wedstrijd. Wat ga je doen zondag? Voetbal kijken, Groningen Go Ahead. Dus kunnen we ons een beetje voorbereiden richting vrijdag. En voor de rest een beetje genieten van het weer, denk ik. Hey, en hoe ziet jouw zondag er nu uit? Waar ga je naar kijken? Ja, ik denk dat ik een beetje rustig aan ga doen. Ik heb eigenlijk nog niet hele grote plannen, dus nee, niet heel veel speciaals. Ja, dat was hem dan weer voor deze week de update. Volgende week in ieder geval gaan we even mee met het elftal van Rogier Meijer. Want die gaan bij het project Bouwdorp kijken in Nijmegen. En natuurlijk dan een voorbeschouwing op de wedstrijd van FC Groningen. Tot dan!